ja, ik had zoiets van, moet ik hiermee, weet je wel? Ik kan wel weer al ingewikkeld gelopen doen, want dat kost ook een hoop energie. Van Basten. Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Ik kom natuurlijk uit Utrecht, dus wij hadden hier in onze jeugd had je op Zeist dat de afdeling Utrecht bij elkaar kwam en dat je selectiewedstrijden speelde. Van Schip kwam er een beetje door en ik kwam door, Mario Been kwam door, Sonny Siloy. En nog wat jongens van Feyenoord en van Ajax. Nou, dat vormde wel een klein beetje de kern van de ploeg die in 83 toen jeugd-WK ging spelen. Marco Vizarro, gol! Es is Marco van Basten. Ja, dat was natuurlijk een hele mooie, interessante ervaring die uiteindelijk niet goed afliep in de zin dat we dat wonnen, maar we hebben wel goede wedstrijden gespeeld. En veel ervaring opgedaan en ja, dat is toch uiteindelijk wel iets wat je meeneemt uiteindelijk. Coach was toen Kees Rijvers, die later ook laat debuteren. Ja, hij was coach van het Nederlands team en hij ging ook mee naar dat jeugdtoernooi. En ja, dat was wel interessant, was ook leuk en het gaf ook aan dat het belangrijk was. Nou ja, niet veel later het debuut. Ja. In Groningen voor 7000 toeschouwers. Ja, wij moesten tegen IJsland spelen. En dat was toen een kwalificatiewedstrijd voor de EK in 84 in Frankrijk. Maar daar was ik helemaal niet mee bezig, omdat ik kwam eigenlijk net zeg maar bij het eerste van Ajax kwam ik zeg maar als basisspeler, timmerde ik daar een klein beetje aan de weg. En ik had denk ik een paar wedstrijden gespeeld, maar dat ging wel goed en dat was opvallend genoeg. En, nou, die wedstrijd was natuurlijk voor mij interessant en goed en ik scoorde helaas niet. We wonnen met 3-0. Dat was geen sterke lichting. En ook in 84 en 86 was het eigenlijk wachten op een nieuwe lichting, jeugd. En toen kwamen inderdaad Gullit en Rijkaard en Vaneburg, nou ja, alle andere nieuwe spelers kwamen er toen. En en Koeman en zo. Dus dat werd anders en beter. De jeugd kreeg een kans en dat was nou ook nog niet gelijk goed. Maar uiteindelijk, toen in 88 kwam dat pas echt tot uiting en ik weet wel dat wij toen in de EK 84 zijn we dus niet geslaagd om ons te kwalificeren en voor de WK in 86 ook niet en het waren allebei waren dat hele discutabele kwalificatiereeks omdat wat ik net al zei in 84 had je dat die 12-1 van Spanje-Malta wat heel vreemd was wat later ook zeg maar bewezen werd dat dat doorgestoken kaart was. En in 86, toen speelden wij tegen België een play-off. Toen speelden we uit in België. Het kreeg een gele kaart waardoor ik de thuiswedstrijd niet kon spelen. En toen speelden we thuis in Rotterdam en toen mocht ik niet meedoen. En toen stonden we uiteindelijk, kwamen we 2-0 voor. En toen vlak voor tijd toen scoorde die George Groen 2-1. En toen gingen we ook niet naar het WK in Mexico. Er is een doelpunt en het is weg. Het is gedaan. Heel veel wel pech eigenlijk wel. En die pech die we toen hadden, die hebben we waarschijnlijk in 88 teruggekregen. Ja, je seizoen dat was eigenlijk voorafgaand aan EK 88. Was niet echt Nee. Ja, dit jaar zeg maar 70-88. Toen was ik heel lang geblesseerd. Omdat ik kwam met een enkel blessure van Ajax naar Milaan. En dat duurde heel lang. En uiteindelijk werd ik geopereerd in oktober 87. En kwam ik eigenlijk weer op het veld in april in 88. Bij Milaan speelde ik toen. Nou ja, het Nederlands elftal die speelde toen goed. Hè? Michels was toen bondscoach en Bosman deed het goed in de spits. En Gullit en Koeman en het liep allemaal wel. En ze kwalificeerden zich ook vrij makkelijk. Ja, ja, bij mij was de vraag van goed, redt hij het, haalt hij het? En ik had zoiets van nou weet je wat, ik probeer het gewoon. En ik weet dat ik, dat werd ook al verteld, van oké, de formatie die zich gekwalificeerd heeft, dat is ook de formatie waar we mee beginnen. Met Bosman in de spits. En toen door de eerste wedstrijd, doordat het Nederlands elftal verloor, niet goed speelde. En ik op de training eigenlijk wel lekker bezig was en ook wel gewoon wel imponeerde en goed trainde. Toen kwam uiteindelijk zoiets van nou, naar de nederlaag tegen Rusland, van nou, dan gooi dan Van Basten er maar in. En, ja, toen, daarvoor had ik eigenlijk heel vaak de wind tegen en toen in één keer kreeg ik de wind in mijn rug en toen ging eigenlijk alles veel te goed. Ja, nou ja, veel te goed. Nou ja, wat daarvoor eigenlijk veel te slecht ging of lullig werd, ging daarna in één keer
te snel naar het goede toe, bij wijze van spreken. Danger man, Marco van Basten, breaks the deadlock. Je valt in en tegen Engeland en we winnen met 3-2, geloof ik, 3-1. En je scoort drie keer, ja, dat is natuurlijk een droom die je overkomt. Dus dat was heel bijzonder. Het is ook niet zo dat we een bepaald soort voetbal speelden. Waar je zegt van nou, dat is vergelijkbaar 1974. Maar het voetbal was goed en effectief, met name effectief. Toen moesten we dus in de halve finale tegen Duitsland in Hamburg. En ja, Duitsland. Ik bedoel, ik was meer bezig met de verloren finale van 1974 dan met de oorlog, waar we spreken. En ja, dus ja, ik had gewoon sportieve revanchegevoelens, maar dat is een hele normale manier om zo'n wedstrijd te ervaren natuurlijk. Ja, die wedstrijd was wel heel erg belangrijk en ja, het was een mooi podium natuurlijk in Duitsland, in Hamburg, in het grote stadion van Hamburg. Van Basten, wordt dit de beslissing? Ja! Ja! Marco van Basten! 2-1, vlak voor tijd! Marco van Basten! Vervolgens besef je wel dat je naar de finale van het toernooi gaat. Uiteindelijk hebben we met zoveel mogelijk de gewone dingen gedaan. Maar ook nog wel ontspannen. Want ik weet wel dat wij op een gegeven moment een avond voor de finale of een dag daarvoor gingen we nog naar een concert met z'n allen van Whitney Houston, geloof ik. En dat was ook weer geregeld door Ruud, weet je, want die vond het ook wel leuk om even ontspanning te hebben. En dat was op zich ook wel wat afleiding, wat goed was. Hey Marco, ik ben op het ogenblik in Qatar. Als voetballer was je buitengewoon. En het was ook vrij makkelijk om met jou te spelen. Ik kon even de bal mee aan je te geven. En hij lag er toch wel in. Ik probeerde het ook af en toe, dan kon hij erin gaan. Maar bij jou gingen ze er wel altijd in. En als je een tijdje niet gescoord had, dan was je niet te genieten. Maar uiteindelijk vond ik je. En dan kwam je toch altijd wel weer vrij te staan. Dus ik was heel blij dat je kon scoren en dat we konden winnen. Ja, Ruud was zeg maar de aanvoerder van ons team en zeg maar de persoonlijkheid van het team. En dat was een ja, goede vent. En ja, Ruud heb ik natuurlijk heel veel meegemaakt, hè, met Milan en op de trainingen en met het Nederlands elftal en zo. Ja, Ruud was wel een grote voetballer die eigenlijk, vond ik, relatief weinig aandacht en waardering nog steeds krijgt eigenlijk. Hij was toch de aanvoerder van het team wat als enige nog ooit een grote beker heeft gewonnen met het nationale elftal. 1988 UEFA European Championship Final. De wedstrijd zelf, finale. Gelukkig scoorde Ruud toen ook. Dat werd ook tijd, want hij was natuurlijk ook al een aantal wedstrijden droog qua scoren. En, dat hoorde ook wel bij hem en bij zijn status ook. En, uiteindelijk kwam de goal voor mij uit het niets eigenlijk. Van Basten. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Ja, niet te geloven, zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoekstaart. Ja, ik had zoiets van, moet ik hiermee, weet je wel? Dus ik denk, ik kan hem wel weer al ingewikkeld gaan lopen doen en op mijn borst. Want dat kost ook een hoop energie. Dus ik had eigenlijk in een vlaag van, weet je wat, ik geef hem gewoon een roze en ik zie het wel. En dat pakte gewoon onvoorstelbaar goed uit. Bam. 2-0. Heel bijzonder dat je toch als eerste en als enige nog steeds van het Nederlands elftal in de hele geschiedenis van het Nederlands voetbal één echt groot toernooi hebt weten te winnen. Eigenlijk besef je niet eens hoe blij je of wat je hebt gepresteerd of wat je met z'n allen hebt bereikt. Omdat ja, je zit toch in een soort roes van oké, van de ene wedstrijd naar de andere wedstrijd gaat allemaal vrij snel. En eigenlijk, en dat merk je ook wel later, dan komt er een beetje het besef hoe bijzonder het eigenlijk is. En ook, dit was dan winnen, maar ook met verliezen, dan achteraf ervaar je dat van, dat baal je daar natuurlijk enorm van. En in dit geval kan je er nog echt veel meer van genieten van eigenlijk dan op het moment zelf. Als we even kort nog naar 1992 gaan.
Ja, waarom lukte het in 90? Ging het zo valikant fout? Wat in 88 zo mooi was? In 90 was het dus echt, hoe ik het heb ervaren, weinig met elkaar, voor elkaar deden. En dat had ook te maken met het feit dat er ontstond gewoon een sfeer van, ik zeg niet jaloezie, maar je gunde het elkaar niet, weet je wel. En er was gedoe met Michels, er was gedoe met de Telegraaf en de AD. Alles wat zeg maar rondom het voetbal verkeerd gegaan, dat liep verkeerd. Sterker nog, we hadden een beter team in 90 dan in 88. De jongens waren uiteindelijk veel dezelfde en waren uiteindelijk 2 jaar wijzer en ervarener. Maar door de hele rompslomp, en dat had puur met begeleiding te maken, werd het gewoon een hele vervelende sfeer. Zoveel jaren later, waarom heeft Michels eigenlijk niet Cruijff voor jullie geregeld, maar is hij aangekomen zitten met Beenhakker? Ja, dat is heel moeilijk. Dat weet niemand. Het enige vermoeden wat ik heb is dat ik dacht van nou misschien dat hij anders toch denkt van ja, als Cruijff misschien met hun wereldkampioen wordt, dan is mijn titel van 88 minder belangrijk. Dat idee kreeg ik. En misschien is het wel inderdaad zo simpel en kinderachtig hoe dit soort dingen worden beslist. Maar ik kon er anders geen andere verklaring voor vinden, laat ik het zo zeggen. Gek is dat Michels daarna toch weer bondscoach wordt. En toen hebben wij ook, vind ik, goed gespeeld, een goed toernooi gehad. En toen kwamen we in de halve finale tegen die Denen en we begonnen wat mak. En daardoor kwamen we 1-0 achter, 2-0 achter en we waren veel beter dan zij waren. En we hadden dus echt, gewoon geen geluk. Uiteindelijk kwamen we dus tot 2-2 en in de verlenging ook weer kans op kans en uiteindelijk geen goal. En met penalties hebben we dus verloren. En volgens mij was ik de enige die die penalty miste. Dus er waren 10 penalties genomen. En er was er 1 die hem miste. Dus ja, dat was ook wel heel pijnlijk. Marco van Basten. Oh, hij heeft gescoord. Schmeichel heeft saved it. Heb je daar dan nog last van? Dat is natuurlijk vervelend. Maar daar kan je uiteindelijk wel mee leven. Omdat dat is ook wat voetbal inhoudt. Even later. Speel je eigenlijk al je laatste interland, volgens mij ook in 1992, najaar. Ja. Dan ben je 27, ja. Dat is natuurlijk veel te jong eigenlijk. Ja. Eigenlijk allemaal veel te kort geweest. Eigenlijk zou ik zeg maar na 92 nog wel heel veel jaren hebben kunnen en moeten spelen in het Nederlands elftal. Met allerlei mooie toernooien nog van dien en dat is er helaas niet van gekomen. Ik had eigenlijk nog wel tot 96, 98 kunnen voetballen. Ja, dat waren toch wel toernooien geweest qua leeftijd. Dan had ik toch wel misschien nog wel wat moois kunnen doen, maar dat was helaas niet gegund. En het is een doelpunt van Marco van Basten. Je bent natuurlijk een Nederlander, dus dat is het hoogste wat je kan bereiken qua top. En als je daarin ook nog eens wat kan winnen, dan is het natuurlijk heel bijzonder. Is ook levenslang wel, want omdat de mensen dat toch allemaal wel blijven onthouden en zo. Dus ja, dat zijn wel mooie dingen. Alleen het is een beetje weinig geweest. Oh, de goal! Wat een goal! Marco van Basten breaks the deadlock. Van Basten, hat-trick! Wat is er met de bezetting? Ja! Ja, naar de goal van Basten!